Kijkers, van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, Suriname Eye Center officieel geopend, bloeit Surinaamse maritieme sector, start zijn rehabilitatieprojecten Weg naar Zee, 150 penitentiaire ambtenaren beëdigd en officiële ingebruikname van praktijklokalen op LBO STS 3. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op donderdag 28 juli 2022 de officiële opening van het Suriname Eye Center, SEC, in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo verricht. Met de nieuwe ontwikkelingen is het SEC nu getransformeerd tot het meest moderne oogcentrum in de regio. Voor deze kliniek heeft de overheid fondsen beschikbaar gesteld, waarmee nieuwe en moderne apparatuur zijn aangeschaft. En dit project is mede tot stand gekomen door een donatie van de Kirpalani Foundation en I Am Gold. Tijdens deze gelegenheid bracht de president ook een bezoek aan de NICU-afdeling van het AZP. Vandaag is een heel bijzondere dag. Bijzondere en heugelijke dag voor ons AZP'ers. Maar in het bijzonder voor het team van Suriname Eye Center onder leiding van dokter Gerald Paviro-Regio. We hebben met z'n allen reikhalzend uitgekeken naar dit moment en eindelijk, na een lang voorbereidingstraject met de nodige uitdagingen, kunnen wij ons oogziekenhuis formeel openstellen. Partners, strategische partners van het Academisch Ziekenhuis, de Kirpalani, van de Kirpalani Stichting, Team of I Am Gold, specialisten, overige hoofdvaardigheidsbekleders, personeel, alle overige aanwezigen, ik ben NOB vergeten, de Nationale Ontwikkelingsbank. Goedemiddag. We staan 50 meter verwijderd van het meest moderne oogziekenhuis van het Caribisch gebied. Mag ik daarvoor alvast een applaus? En voor mij een waar genoegen om ook vandaag bij dit belangrijk moment voor Suriname aanwezig te zijn. Omdat wij onvoldoende nog beseffen hoe belangrijk dit project is voor onze samenleving. En als u wil weten hoe belangrijk het is, moet u gewoon die ogen dichtmaken en proberen uw dagelijkse gang van zaken te ondernemen met gesloten ogen. En dan ziet u hoe moeizaam en hoe problematisch dat verloopt. En we hebben net de namen van de projecttrekkers allemaal gehoord. De heer Paviro-Regio, mevrouw Boudou en anderen, directie, directeur en uw staf en alle andere personen. Many thanks voor uw bijdrage bij het succesvol uitvoeren van uw project. Het enige wat ik kan zeggen, u heeft oog voor de ontwikkeling van ons geliefd Suriname. Many thanks, God bless you all, thank you. De Maritieme Autoriteit Suriname zal op 28 en 29 juli 2022 voor de derde keer als gastheer optreden tijdens de regionale meeting voor directeuren en hoofden van maritieme administraties. In verband hiermee komen verschillende maritieme administraties van voornamelijk het Caribisch gebied bijeen. De openingsceremonie vond op woensdag 27 juli plaats op de pier van Hotel Torarica.
Oké, goedenavond. Dus wat we hier hebben is een vergadering. Jaarlijks wordt deze vergadering gehouden. Waarbij al de hoofden van maritieme administraties en autoriteiten van de regio bij elkaar komen. Om zaken betreffende het werk te bespreken. En wat is ons werk? Ons werk is letten op de veiligheid van schepen in het Caribisch gebied. Dus dat is ons werk en jaarlijks komen we dan bij elkaar samen met de moederorganisatie, dat is de Internationale Maritieme Organisatie, om dan de zaken te bespreken, nieuwe ontwikkelingen. De verschillende landen zullen ook rapporteren over de stand van zaken in hun land, betreffende wetgeving, de veiligheid van de scheepvaart en andere ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Meneer Amavo, Michel Amavo, als trekker van deze tweedaagse workshop meetings, waarbij dus over een aantal zaken betreffende de maritieme sector in de regio, uitdagingen, maar ook mogelijkheden die er zijn binnen de sector, ook zaken betreffende wetgeving, elkaar versterken in de regio. Dat zijn de twee dagen, dus in hoofdlijnen waarover ze met elkaar gaan delibereren. Kennis, ervaring met elkaar delen. Maar bovenal komen zeker tot binnen het Caribisch gebied, een deel van Latijns-Amerika. Zeker tot een beleid waarbij dus deze sector veel beter tot uiting komt. Maar ook het netwerk binnen de regio, de mogelijkheden die er zijn, dat ze die ook gaan benutten. En je ziet, ik heb het ook benoemd. We kunnen het niet alleen doen, we gaan het samen moeten doen. En vandaar dat ook de CEO's van andere autoriteiten in het Caribisch gebied en zelfs van Latijns-Amerika vanaf vandaag in Suriname, dat ze er zijn voor 2-3 dagen. En dat er daaruit dus een resultaat zal moeten komen waarbij ook binnen voor het beleid veel beter een betere basis gelegd moet worden. En met name ook hebben we getouched de vrouwen in de maritieme sector. Omdat dat ook Suriname goed in is vertegenwoordigd. Ik geloof met name mevrouw Pinas is daar een vanaf begin bij geweest. Ik dacht in 2015. Dus dat zijn ook zaken die goed zijn wanneer we praten over ontwikkeling, maar ook mogelijkheden. Want wanneer je praat over women in maritime, moeten vrouwen ook mogelijkheden daarin kunnen zien. Op donderdag 28 juli 2022 is het officiële startsein gegeven voor het mangrove rehabilitatieproject De Weg naar Zee. De onthulling van het naboord is door president Chandrika Prasad Santokhi verricht. Dit programma zal ongeveer 3 jaar duren. Professor Dr. Siwnat Naipaul, tevens initiatiefnemer van deze bijzondere aangelegenheid, gaf voorafgaand aan de contractondertekening middels een presentatie aan wat het uiteindelijke belang is van dit rehabilitatieproject. Een kwelder is een gebied dat omringd is door houten doorlaatbare dammen. En deze houten doorlaatbare dammen, die zijn gebouwd door wallabapalen en bamboes. Dat zijn allemaal materialen die je hier kan vinden, en heel makkelijk en heel veel. En daarmee wordt getracht de golven iets af te breken en de sediment op te vangen. Want sediment vormt later modder. En modder is bijzonder noodzakelijk voor mangrovengroei. En mangroven zorgen verder later voor alle goederen en diensten die we hebben. De vissen, de vogels, voedsel die dat kan halen, honing die dat kan uithalen. Dus heel veel zaken die daaruit voortvloeien. En dit project, mangrovenproject, is niet alleen ter bescherming van onze kust. Want wij zijn, Suriname behoort tot de top 10 landen dat bedreigd wordt door de global warming, door stijging van de zeespiegel, omdat we een hele lage kustlijn hebben. En hoe gaan we dat beschermen? Mangroven, op een natuurlijke wijze. Maar wel met betrokkenheid
van een ieder. Wij gaan de universiteit inderdaad vragen om dit belangrijk project. Het is waarschijnlijk een van de grootste. U hebt die gele, die rode lijn gezien. Het is niet één kwelder. Het is een verschrikkelijk groot gebied. Dat gebied wordt in uw handen gezet. Ik ga u gelijk zeggen. Het is het visitekaartje dat de universiteit krijgt om nationaal, internationaal nog harder te gaan profileren. We hebben dit 1 kilometer gegund. Het hele gebied is gegund. Dank je wel. Applausje mensen, applausje. Dank je wel. We hebben een plan geplant. Ja, Parwa, hebben we net gehoord. Om het land Suriname te beschermen. En kijk u wat we nodig hebben. Geen zware investering. Van betonnen brug, kapitaalinvestering, gewoon het land Suriname beschermen met de natuur. En we bedanken de professor voor dit project. Penitentiaire ambtenaren, 4e klasse, zijn beëdigd tot buitengewoon agent van politie. Het gaat om de lichting recruten van januari 2020. De manschappen zijn op donderdag 28 juli 2022 op het terrein van de centrale penitentiaire inrichting, de Santo Boma, in hun nieuwe hoedanigheid ingezworen. Door vandaag te zeggen dat je wordt beëdigd tot buitengewoon agent van politie, heb je eigenlijk een handreiking gedaan dat je met mensen wil werken. En dat u ook in staat zal zijn om met mensen te werken. En dat u zich wil onderwerpen aan gezag. Dat u bereid bent sturing te accepteren. En dat u ook in staat bent om sturing te geven aan mensen. Om op het rechte pad te blijven. We praten over resocialisatie. En dat u eigenlijk de mensen met wie u zal werken een menswaardig bestaan, een menswaardige behandeling wil geven. Mensen die naar u zullen opkijken en zullen zeggen van dat is een voorbeeldig penitentiair ambtenaar, een integer penitentiair ambtenaar. En ik wil ook aan mezelf werken. Dat is wat ik van u verwacht. Uw weg naar de toekomst binnen deze organisatie heeft u voor een groot deel in uw eigen handen. Geweldig, in de zin van we hebben er heel lang op gewacht als groep en ja, dat maakt me helemaal blij. U zegt heel lang, kunt u omschrijven hoe lang en hoeveel moeite, hoeveel tijd, hoeveel inspanning daarmee gepaard is gegaan om dit moment te bereiken? We zijn in 2020 januari begonnen en in het begin hadden we corona, het heel jaar door, 2 jaren lang. En dat maakte dus dat de opleiding werd gestopt, we moesten daar werken. Dat heeft in principe gemaakt dat het lang duurde. Ja. En hoe hebt u de opleiding en de stageperiode, hoe hebt u dat allemaal ervaren? U bent gekozen als een van de Bussekom als een van de best geslaagde, top 3. Hoe was dat voor u? Enerverend. De opleiding was best zwaar. Hoe ziet het traject na vandaag voor u eruit? Zo, ik ben dus, we zijn nu, of we zijn in principe al een tijdje volwaardige PA's, maar nu zijn we beëdigd. Ja, dat wil zeggen dat ik hard naar eer en geweten ga moeten werken. Mijn best doen om,
onze doelgroep, de mensen hier, te resocialiseren en goed te bewaken. En daarbuiten mezelf ook verder ontwikkelen, dus die persoonlijke ontwikkeling. Dus er staat, ik moet ervoor zorgen dat ik een mooi leven van maak. En op de LBO STS 3 school aan de Kankantristraat zijn op 28 juli 2022 9 leslokalen officieel in gebruik genomen. De faciliteiten zijn onder andere bestemd voor de vakken werktuigbouwkunde, gawasa en lassen. De lokalen zijn ingericht met moderne equipment die zuinig gebruikt dienen te worden. Scholen in de districten Nikeri, Komowijnen, Saramaka en Wanika zijn al voorzien van hun eigen inrichtingen voor beroepsonderwijs. En nu is het de beurt aan LBO STS 3 school. Kijkt u mee. We hebben recentelijk de CARICOM staatshoofdenvergadering gehad. En ik ben voorzitter van CARICOM. En welk besluit hebben we hier genomen in Suriname? Twee belangrijke besluiten. Eén besluit is dat CARICOM open gaat. Dat wil zeggen, de markten, de grenzen, die gaan open voor alle technische beroepen. Voor alle lagere beroepen. Vroeger was het alleen als je, men noemt het, geschoold kader was, skilled, nationals, opgeleide mensen. Dan kon je vrij werken in CARICOM. Nu mag je vrij naar alle CARICOM landen gaan om te werken. Maar dat wil ook zeggen dat andere CARICOM landen ook hier mogen komen werken. En wij willen dat onze jongeren het werk moeten doen in die oil en gas, in die agrarische industrie, in de toerisme-industrie. Het tweede besluit wat we genomen hebben op de CARICOM staatshoofdenvergadering, ik hoor de minister praten over een groot center. Wij hebben aan alle jongeren van CARICOM aangeboden, dus u ook, een campus. 10 hectare land gaan we geven voor studie in moderne technologie, climate change, biodiversiteit, bundeling van kennis. Want wie beheert die moderne technologie? De jongeren. Want ik praat veel met bedrijven, bedrijfsleven. Iedereen klaagt over één ding. President, we kunnen geen werknemers nu vinden. Er zijn geen werknemers. En dit is die kans voor onze jongeren om hen zo snel mogelijk op te leiden. Vanmiddag 5 uur ben ik daar te leiding. Daar gaan we jongeren die de kans niet gehad hadden, om welke redenen ook, om school af te maken. En vrouwen, huismoeders, maar ook vrouwen die geen werk kunnen vinden, die zijn getraind. Ze gaan een certificaat krijgen in ondernemerschap. Hoe kan je een kleine ondernemer beginnen? Taxibedrijf, wat je restaurantje, of een toeristbedrijf, of een verpakkingsbedrijf, of een bedrijfje om allerlei leuke dingen te verkopen. Help ze. En dan ga je zien hoe ze zelfstandig gaan worden. En dat is wat we moeten doen. Iedereen klaarstomen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. En jullie zullen daartoe een zeer belangrijke bijdrage leveren. Aan iedereen gefeliciteerd, vooral de studenten, maak er goed gebruik van. Van ook de materialen, de apparaten. En laat er zodanig gebruikt worden dat ook de kinderen na jullie goed gebruik van kunnen maken. En gaat u zo door? We hebben jullie nodig. En zoals ik altijd zeg, werk hard, doe je best. En God doet de rest. God bless you all. Thank you.
was Focus. Bedankt voor uw aandacht en een hele mooie avond aan u toegewenst.